Hey allemaal en welkom terug. Vandaag gaan we iets heel leuks testen, denk ik toch. Ik kreeg van de week in de post van de Maybelline de nieuwe Tattoo Brow. Dat is eigenlijk een soort gel-achtige textuur die over je wenkbrauwen doet. En dat zou dan voor 3 dagen perfecte wenkbrauwen geven. Ik denk dat ik het echt maar 2 dagen binnen heb en ik heb er al superveel voorbij op zien komen op Instagram van mensen die het zeg maar eraf trekken, want het wordt zeg maar zo'n soort maskertje zo dat je er kan aftrekken en dan blijft de kleur erop zitten. Dus het leek me wel heel leuk om die eens te gaan testen met jullie. Deze video is niet gesponsord. Het leek me gewoon zelf heel tof om deze eens te gaan testen en eens zien wat ik ermee kan doen. Ik heb zelf medium brown en dark brown gekregen en ik denk dat ik zelf voor medium brown ga voor de test en ik kan daarna dan altijd nog voor dark brown gaan. Ik heb ze zelf nu niet ingekleurd, dus ik dacht dat dan laat ik het voor de video. Maar ik kleur ze zelf altijd best wel donker in, omdat ik dat wel mooi vind met mijn haar aanzet. Ik ga eerst eens lezen wat dat de stapjes zijn en die overlopen met jullie. Dus als eerste, breng het product aan en bedek de wenkbrauwen volledig. 2. Laat drogen voor minstens 20 minuten. Streepje. Voor een tot 3 dagen resultaat laat het 2 uur drogen. Oké, dus als je het echt een heel lang resultaat wilt, ga je het ook iets langer moeten laten intrekken dus. En dan als laatste, verwijder het product van de binnenkant van de wenkbrauw naar de buitenkant. In het doosje zit dus deze, de Tattoo Brow. Eigenlijk krijg je dan gewoon een soort kwastje met eigenlijk een heel dikke gel-achtige textuur. Dus ik ben heel benieuwd naar wat dat gaat geven. Nu, ik ga het beeld een beetje meer inzoomen op mijn gezicht, zodat jullie beter mee kunnen volgen. En dan ga ik hem aanbrengen op 1 wenkbrauw, zodat we ook achteraf goed het verschil kunnen zien. Dus ja, als ik er dan 2 doe, dan zien we misschien het verschil niet zo goed. Dus ik ga hem aanbrengen op 1 wenkbrauw en dan gaan we zien wat het resultaat is. Oké, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien zo. En ik ga deze invullen met de medium brown. En jullie gaan echt wel gelijk zien waar ik het over heb, wat betreft de textuur, als ik hem ga aanbrengen. Echt zo een gel. En het lijkt me dat je er wel genoeg van moet aanbrengen om het in 1 keer er allemaal te kunnen afhalen. Dat is bij van die peel-off masks ook het geval. Dus ik vermoed dat dat hier dan net hetzelfde gaat zijn. Ik vind het wel spannend. Het is buiten echt heel hard aan het waaien. En onze buurman is net de hele tijd onder mijn raam zijn gras aan het maaien. En dan gaat hij weer een stukje verder. En aan de andere kant van ons huis zijn ze aan het deelboren. Dus ik moet echt tussen allerlei geluiden heen filmen. Ik probeer dan zeg maar te wachten tot het ene voorbij is en dan begint het andere weer. Dus ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben in deze video. Wacht hoor, ik heb hier een klein beetje gesmost. Dat ga ik een klein beetje corrigeren. Oeh, dat is wat te veel. Oké, nu hier vooraan. Ik vind het er zelf best wel shocking uitzien, aangezien het echt mega donker is. Er kwam iets te veel product mee. Ik wil het ook wel mooi recht doen, want ik denk het grote verschil met als je dus hiermee je wenkbrauwen doet, of met zeg maar echt typische wenkbrauwverf, is dat dit volgens mij wel de huid meekleurt. Dus daar moet je wel even goed bij oppassen bij het aanbrengen, dat je het wel mooi en recht doet. Maar dus ik denk dat het er wel goed op zit naar mijn gevoel. Het ziet er echt mega shocking uit. Maar ik ben heel benieuwd naar het verschil tussen de 2. Dus dit laat ik nu 20 minuutjes intrekken en dan gaan we het eraf halen. Hij is klaar. Ik ga eens kijken wat er van geworden is. Dus ik heb hem voor 20 minuten laten drogen. En ze zeggen voor echt maximaal resultaat kan je hem tot 2 uur laten drogen. Dus dan gaat er natuurlijk nog iets meer resultaat van komen. Ik heb nu 20 minuutjes gedaan. Dat is dus het minimum dat je moet laten intrekken. Zoals jullie kunnen zien is het helemaal droog. Er zit dus niks meer in mijn vinger. Het is helemaal mooi opgedroogd. En ik hoop gewoon nu alleen dat ik het er in 1 keer kan gaan afhalen. Dus dat ga ik dan nu eens proberen. Ja, het komt al mooi mee. Hier begin ik een klein randje te creëren. En kan ik het er, als het goed is. Oh my god! In 1 keer helemaal aftrekken. Of misschien in 2 keer. Maar ik zie gewoon nu al gewoon helemaal mooi gekleurd is eronder. Dus oké. En nu het tweede deeltje ga ik er proberen af te halen. Doe het echt zo goed mogelijk in 1 keer. Tadaa! Dit is nu wat er gewoon is afgekomen. Het is zeg maar echt gewoon een soort peel-off mask, maar dan voor je wenkbrauwen. Ik vind het eigenlijk echt heel mooi. Oké, ik hoop dat jullie dit zo goed kunnen zien, dat het mooi scherp is. Dus obviously deze kant heb ik gedaan met de brow tattoo.
En deze kant niet. Dus dit resultaat zou dan tot 3 dagen moeten blijven. Nu, ik denk dat als je echt tot 3 dagen het resultaat wilt houden en rekening houden met dat je elke dag bijvoorbeeld je gezicht wast om je make-up ermee af te halen, ga je het denk ik wel iets langer moeten laten intrekken als 20 minuutjes, zoals aangegeven op de verpakking en ook op hun website staat dat. Maar ik ben echt aangenaam verrast over het resultaat. Dit is eigenlijk ja, zo goed als de kleur die ik normaal gezien zelf ook wel zeg maar, op mijn wenkbrauwen doe en ook wel de vorm. Maar het resultaat verbaast me echt. Ik heb er nog eventjes het persdocumentje bijgenomen om me meer informatie te kunnen geven. Dus hij is verkrijgbaar bij Kruidvat en die in 2 kleuren vanaf september, dus vanaf eigenlijk vorige maand al. Voor €14,99, maar er staat hierbij verkoopprijs louter als adviesprijs. En ik heb hem online wel al een stuk goedkoper gezien bij bijvoorbeeld Bol. Niet alleen je alledaagse wenkbrauwproduct. Breng de gel aan op je wenkbrauwen en trek de opgedoogde laag er na 20 minuten af. Of laat het product tot 2 uur inwerken voor een intenser effect. Het resultaat, volle wenkbrauwen die tot 3 dagen perfect blijven. Dus je kan hem echt, zoals ik al daarnet zei, tot 2 uur laten intrekken voor een dieper en volgens mij ook iets langduriger effect. Maar zoals je ziet, na 20 minuten geeft het toch al wel een heel cool effect. Het ziet er waarschijnlijk nu een beetje raar uit, maar ik vond dat dat zo echt wel gewoon het beste, zeg maar, de beste review kon geven. Maar ik ben echt gewoon mega aangenaam verrast van dit product en ik vond het echt heel leuk om te testen en ik ga hem zeker ook nog gebruiken, want ik bedoel, het resultaat mag er gewoon wel echt zijn. En dit was gewoon echt 20 minuten en die niet. Dus de Tattoo Brow Easy Peel Off Tint is zeker wel een geslaagd product als je hem eens wilt gaan testen. Het enige nadeel dat ik eraan kan bedenken is dat er maar 2 kleurtjes zijn die dan wel vrij donker zijn. Dus als je nu echt heel heel lichte wenkbrauwen hebt van jezelf, zou ik misschien toch naar een andere optie gaan kijken. Maar misschien dat ze binnenkort wel met wat meer kleuren gaan uitkomen. Ik hoop alleszins dat jullie deze review nuttig vonden. Ik vond het alleszins heel leuk om nog eens een beautyproduct te reviewen. Voor mijn gevoel is het echt al mega lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Dus als je er al eventjes benieuwd naar was en je afvroeg of het wel echt iets was, ja, ik kan beamen dat het wel echt de centjes waard is. Dat durf ik wel zeggen. Als jullie nog andere leuke producten weten waar jullie zich van afvragen of het wel de moeite waard is of niet om jullie centjes aan uit te geven, laat deze dan zeker achter bij de comments en ik test deze graag voor jullie uit. Doe dan ook zeker een thumbs up bij deze video. Vergeet niet te abonneren voor meer video's zoals deze. En dan ga ik nu mijn andere wenkbrauw doen. Bye!